Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting start in maart met de bouw van 4000 woningen voor lagere en middeninkomens. Dat heeft minister André Misikaba gisteren aangekondigd in de Nationale Assemblée. De woningen worden opgezet in zowel stad, district als binnenland. De minister heeft ook graag dat er een plan komt voor huursubsidie aan huurders. En daarom heb ik aangegeven dat wij werken aan een plan voor huursubsidie en ik heb gevraagd naar uw richting, omdat ik ben een realist. Als ik weet dat we leven ongeveer 4 maanden, 5 dagen voor de verkiezingen en ik kijk naar die bunch aan wetgeving die u nog wil behandelen, we hebben die listing gezien, dan lijkt het mij met mijn ervaring, voorzitter, die ik heb van het werk hier, dat we waarschijnlijk voor de verkiezingen geen begrotingsbehandeling meer doen. Ik kan het mis hebben, u geeft de richting daarin. Maar als dat waar is, voorzitter, dan natuurlijk is het voor mij een minpunt in die zin dat wij ons hadden voorgenomen om toch wel de kwestie van huursubsidie hier uitgebreid met uw college te bespreken. De ideeën die we hebben op het ministerie, voorzitter, want u weet dat wanneer we geen begrotingsbehandeling doen en geen begroting hebben voor het dienstjaar 2020, dat we met de begroting van 2019 doorgaan, maar ik kan dat niet overtreffen. De Stichting Volkshuisvesting zal worden getransformeerd tot een woningbouwcorporatie. De huurcommissie wordt een aparte instelling die uiteindelijk moet bemiddelen tussen huurders en verhuurders. Ik ga maar herhalen, want die vraag is weer gesteld door lid Matura. Waarom wij de Stichting Volkshuisvesting niet in stelling brengen voor wat betreft de huurcommissie. En voorzitter, eigenlijk moet u me helpen, want uw college heeft in het huisvestingsplan aangegeven dat de Stichting Volkshuisvesting Suriname moet transformeren naar een woningbouwcorporatie. Uw college heeft dat gezegd. En u stelt mij de vraag, voorzitter, waarom we dan de huurcommissie niet in die positie brengen. De huurcommissie kan niet in die positie worden gebracht, omdat bij die transformatie Stichting Volkshuisvesting Suriname één van de woningbouwcorporaties is en moet gaan concurreren met de rest en dus niet een positie kan krijgen en een taak kan krijgen waardoor zij toch boven de rest komt te staan, voorzitter. Dus ik hoop dat ik met dit antwoord deze zaak goed heb behandeld en we die vraag niet meer hoeven te krijgen, voorzitter. Tot zover minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet huur en woonruimte.